Koningin Maxima en de Argentijnse presidentsvrouw Juliana Havada bezochten vanmorgen het Oranje Huis in Amsterdam. Dit blijfhuis biedt onderdak aan slachtoffers van huiselijk geweld en helpt hen de draad van hun leven weer op te pakken. Dit Blijf van mijn Lijfhuis 2.0 is bekend bij Koningin Maxima. Ze opende in 2011 de eerste vestiging. Het bezoek was geheim gehouden en stond niet in het officiële persprogramma. Maar 3 journalisten waren uitgenodigd hierbij te zijn, waaronder vorsten. Eerder bezocht Kate al in het lichtblauw het Mauritshuis, dit keer mevrouw Abadi van Argentinië, presidentsvrouw samen met koningin Maxima. Or on the stairs. De verzoeken van de fotografen worden ingewilligd. Ze poseren vooraan en gaan speciaal voor hen even het trappetje op om ook voor het Mauritshuis bovenop de trappen te poseren. Gisteravond zaten ze nog bij elkaar aan tafel, bij het diner in het paleis in Amsterdam. En vandaag is de koning vertrokken vanuit zijn woning in Wassenaar naar het Binnenhof voor de regeringslunch. Koningin Maxima en de presidentsvrouw komen te voet. Zij hebben eerder het Mauritshuis bezocht. One picture, please. En voor de fashionista's, ja, koningin Maxima draagt inderdaad een Claes Iversen. We kennen de grijze mantel nog wel, waar veel ophef over is geweest. Dit is een variatie op het thema. Er zitten nu applicaties op, genaaid, die doen denken aan de zon van de Argentijnse vlag. De lunch staat klaar. Wij nemen afscheid. Tot de volgende vlog.